hier wel naar gekeken toen. Wow, die hebben aan de weg zo? Ja. Zaterdag zei ik tegen mijn bonusdochter, nee, ik ga niet zwemmen. Ik wil niet in mijn bikini, maar ik ga wel vandaag naakt. Ook lekker, lekker dubbel. Ik heb er zin in. Echt, de sauna is geweldig. Eigenlijk moet je ze dus lostrekken. Oh, dat vind ik maar niet zo fijn. En we gaan dus naar een kattencafé. We hebben zo'n plat gehad naar hoofd. Ik vind dus eigenlijk alles wat ik aantrek wel gewoon leuk staan. Het ziet er heel zwammer uit, denk ik. Ik ga je vertellen wat alles is. Hier heb ik chia puddingjes gemaakt, want dat vond ik echt zo bed and breakfast-achtig. Ja, ik vind het een beetje roulade badpak. Hij is net een beetje strak, maar toch ook wel sexy. Scorpino. Heerlijk, dagje. Met Weesp heb ik niet zoveel, maar muiden. En ik heb ook helemaal geen dingen met rokjes. Dit is gewoon alsof je een shirtje met een rokje aan hebt. Jeetje, wat lelijk. Oh. Ja. Dat je thuis kan hula hoepen, maar eentje die niet naar beneden valt. Let's go. Ik ben in Herkingen. Daar gaan we. We liggen bijna voor anker. Pieten zijn goed voor de views. Is dat goed? Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Over iets binnen dan 10 minuutjes word ik opgehaald. Ik ging lekker laat pas opstaan, ik hoefde toch alleen maar te douchen. Hoefde niet eens eigenlijk, maar even gedoucht, even snel spullen pakken, jurkje aan. En dan gaat mama me ophalen, gaan we lekker naar de sauna. Ik heb een heerlijk ontbijtje mee voor in de auto. Chia, met blauwe bessen van boter, nog een beetje van die kokosmelk erop. Dat het iets dunner wordt. En wat cacao nips. En die doe ik lekker dicht. En dan maak ik nog even een matcha. Jurkje aan, lekker makkelijk. Slippers. Zonnebrand mee en zo. En dan ben ik ready to go. Heerlijke dag voor de sauna, zeg. Super mooi weer. Even lekker nieuwe lenzen ingedaan, want die zaten echt helemaal niet lekker meer. Heerlijk deze tas, ik ben heel blij met deze aankoop, want hij is dus leuk voor de camping, voor het strand, voor de boot, voor de sauna. Echt heel blij met deze koop. Ik wacht tot mama er is en dan ga ik, matcha is klaar, ga ik lekker naar de sauna. Oh, wat lekker joh. Gewoon alsof je op vakantie gaat. Kijk nou, wat een heerlijke blauwe lucht. Veel plezier vandaag, lief dik poesje. Kijk, hier is het spoor. Wow, mooi met die. Straks is hier gaan we over het spoor heen, dus ik moet aan de andere kant van het spoor zijn, altijd. Ben je altijd let hier? Hier heb ik wel naar gekeken toen. Wow, die hebben aan gewoon de weg zo? Ja. Oh, hier is het spoorpas. Bij dat hekje is het spoorpas. Zie je dat? Rij je door Baarn. Dus ik zei tegen mama, kunnen we even langs ons oude huis waar ik heb gewoond van tot met groep 8, vanaf groep 2000 4? Tot met 2005. Zo kort? Ja, 5 jaar. Vanaf groep 4? Ja, 3-4 zo'n beetje toe. Mij. Ja, maar met mijn blille darmontsteking in groep 4 wonen we nog op Acacialaan. Ja, nou, 5, 6, 7, 8. Daar keek ik Otje met Pasta Pesto. Wat een wijk, hè? Raar, hè? Hier woonde Sandra. Maar het was hier zo niet leuk voor kinderen. Het is toch jammer dat er hier niet echt veel kinderen wonen, want hoe mooi is het? Oh, dit huis ook gestoord. Nee, dat mag wel eens een keer een onderhoudsbeurt. Jeetje, mine. Er is ook niets veranderd hier. Nou, je ziet het huis goed, hoor. Nou, onze heg. Ja, de heg is gegroeid. Onze heg maar is mooi. Hé, die rode was. Is dat nou rhododendron? Nee, maar hier. Nee, dit is laurier. Oh. Maar hier was die hele grote rhododendron, hier in het hoekje. Oh, je ziet echt weinig. Van ver af kan je het alleen zien. Maar Minouche is opgenomen toen. Ja. Weet je wel? Hé, zie je dat hij helemaal omhoog loopt, hè? Dat ze hem helemaal omhoog snoeien hier op de hoek. Zie je dat? Ja. Kijk, hij gaat helemaal zie de schuin het, ja. Omhoog. Maar vanuit achter kon je het heel goed zien en hier zie je echt helemaal niks. Dat is wel jammer. Ik kan hier bij het hek natuurlijk de ingang zien, hè? Ja. Wie weet dit, dat dit ons huis was, want ik heb het wel eens vaker gevlogd, maar toen vlogde ik natuurlijk nog niet. Dit is Bernhardlaan 7. Mooi die hortensia's allemaal. Wow. Kijk, ze hebben de deur natuurlijk verplaatst. Oh, daar was de keuken. Ja, ze hebben het losgemaakt, hè. Oh, het raam is open. Ik kan gewoon zo filmen. Heerlijk. Maar mij vind je vooral in het water, hoor. Hey, het is rustig, zeg. Lekker. Vakantie. Lekker, ja. En dat heel veel mensen op vakantie zijn. Ik hoop dat het zo maar weer blijft. Mama vind je vooral in de sauna's. 14 oprietingen. Echt? Maar wil je dan niet ook in de zon? Nou, oprietingen duren maar een kwartier. Mij vind je echt hallo, de hele dag in het water. Zo lekker. Ja, ik ben benieuwd of je ook lekker in de vijver gaat. Eindelijk. In de vijver? Ja, zo goede zwemvijver. Wow. Natuurlijk. Dat heb ik hier echt zin in. Zo gezond water. Zaterdag zei ik tegen mijn bonusdochter, nee, ik ga niet zwemmen. Ik wil dat niet in mijn bikini, maar ik ga wel vandaag naakt. Ook lekker. Lekker dubbel. Zin in. Nee. Zoveel zin in deze dag? Niet normaal. Kijk, dit past precies. Mag je zeker niet filmen.
Oké. Nu moet ik mijn camera achterlaten. Dus dag mensen, ik heb er zin in. Oeps. Niet meer gevlogd in de auto met mama, maar het was echt zalig. En... oh, morgen ben ik helemaal herboren. Het was zo lekker. Oh, ik wilde heel graag... ik had heel graag in de auto gezellig even willen vloggen met mama nog, maar... ik moet heel eerlijk zeggen, het was wel heel lekker om even een hele dag geen telefoon en geen camera te hebben hoor. Mijn hersenen denken bij alles, vloggen. Oh, dat wil ik op mijn vlog zeggen. Oh, dat wil ik op mijn vlog laten zien. Ik ben morgen echt herboren. Het was zo gezellig. Ik heb lekker dingen met mama best wel veel gedaan. Heel veel opgietingen. Ik heb ook heel veel alleen gedaan. Ik ben echt letterlijk... ik heb 25 banen gezwommen in het zwembad. Ik heb lekker in het bubbelbad, jacuzzi gezeten, buiten. Ik heb dompelbaden gedaan in de koude vijver, natuurvijver gezwommen. In de yurt of zo geweest. Dus je echt helemaal zo mediteren, slapen. Een klankschalen sessie. Opgietingen van verschillende mensen. Stoomcabine. Echt bijna alles. En op deze dag denk ik... hoi. Die dag denk ik dat ik niet meer zou komen vanavond. Maar wel, ik rijd lekker schoon. Ik hou van jou. Ik hou zoveel van jou. En dan had ik maar vergeten de robot aanzetten. Vergeet ik altijd. Dat moet je dus doen als je niet thuis bent. Ik moet even mijn haar gaan borstelen. Ik heb lekker mijn haar gewassen. Nu ga ik heerlijk op de bank ploffen. Hele dag in de zon ook trouwens. Ik zit alleen maar buiten de hele tijd. Behalve als je in een cabine zit. En helemaal spierpijn van gisteren. En nu het zwemmen. En helemaal herboren morgen. Zo lekker. Geweldig. Tweede keer was dit voor mij om naakt naar de sauna te gaan. Freedom. Heerlijk. Zo. Hi Poesje. Oh, ik kon zo bij je zitten. Ik heb spierpijn, jongens. Ik heb dus lekker mijn conditioning spray gedaan. Helemaal gekamd. En nu is het helemaal lekker zacht. Ik denk dat ik morgen helemaal herboren ben. Echt, dat voel ik me lekker, zeg. Heerlijk. Mijn hoepel was bij de buren bezorgd. Ik heb zo'n hula hoop besteld die je om je middel bindt met zo'n bal. Dat zal ik wel even aan jullie laten zien. Ik heb hem bij Amazon besteld en ik heb gewoon ja, de duurste genomen. Je hebt ze ook letterlijk voor 15 euro. Maar ik dacht, ik doe gewoon het... een van de originele merken, want dan zal het waarschijnlijk beter zijn. Dus die was echt duur, echt 80 euro of zo. Maar ik vind hula hoopen best wel leuk, alleen hij valt. En hierbij valt hij niet. Nou, zal ik jullie nog wel laten weten. Morgen komen Ha en Chicky om 12 uur, die blijven gezellig slapen. En de dag erna, woensdag, komt dus Linda, mijn vriendin. En die gaat ook Ha en Chicky ontmoeten, wanneer ze nooit ontmoet. Die komt hier lekker lunchen, dus misschien met z'n allen. Morgen wil ik met Ha en Chicky nog even langs mijn moeder. Mijn vader is werken. Mijn moeder gaat op vakantie naar Zwitserland met Olivier. Het was heel gezellig. We hebben lekker geluncht. Ik moet zeggen, het was niet geweldig goed eten. En heel duur. Dus mijn moeder had ook zelf wat eten mee. Dat is ook wel aan te raden. Dat je bijvoorbeeld maar één keer eten hoeft te halen. De smoothie was heel lekker. Mama had met yoghurt en rood fruit. En ik had... hoi. Jeetje. Is het beter? Nee. Ik had met... heel lekker met appel, avocado, spinazie, kaneel, amandelkokos. Dat was heerlijk. En ik had, mama en ik hadden allebei een broodje van hun broodje, zeg maar. Dat is dus een bruin broodje. Eentje met zalm en sla en de ander met tonijnsalade. Wel een hele healthy variant. En in de avond heb ik dus ook nog kipsaté gegeten. Ik eet dus soms buiten de deur weer vlees. En ik eet nooit kipsaté en nooit satésaus. Want meestal zit er soja in. Maar omdat ik volgens Kim van de Nijsessie tegen soja kan, dacht ik, ik ga het gewoon proberen. En ik heb dus geen buikpijn gehad. Ik heb niet gevraagd of er soja in zat. Maar volgens mij zit in elke satésaus soja. Dus ik wil het gewoon langzaamaan gaan proberen. En ik dacht, ik had heel veel behoefte aan kip na dit. Maar ik heb dus gisteren best wel intensief getraind. Al was een paar 20 minuten. En in het zwembad heb ik heel veel banen getrokken. En ik doe altijd in het zwembad bijvoorbeeld tegen de kant van het zwembad. En dan zo op springen tegen de rand. Op voor je buikspieren. En dat moest ik van mezelf zeker 50 keer doen. En ik doe allemaal oefeningen dat je zo been naar achter. Zij, achter, voor. Allemaal dat soort oefeningen vind ik altijd heerlijk om te doen. Dus ik voel helemaal mijn spieren. Ik heb heel veel gestoomd. Heel veel. Het was echt zo lekker. Ik ga het echt vaker doen. Heel erg genoten. En ook leuk voor mama. Want het was echt haar droom dat ik samen met haar naar de sauna ging. Nu hebben we het al 2 keer gedaan. Heel leuk. Heel veel leuke gesprekken, leuke mensen. Maar ook heel veel lekker alleen. Perfect. En ik ga mijn uploaddag veranderen naar vrijdag trouwens. Want deze week kom ik al eigenlijk in de knel. En toen dacht ik, ja, ik moet het toch veranderen. Want volgend jaar werk ik ook de woensdag. Dus red ik het sowieso niet. Dus ik ga lekker naar de vrijdagochtend. Ze zeggen dat avond de betere tijd is.
Volgens mij zijn veel van jullie gerecht aan de ochtend het kijken. Stel je plaats het staat vrijdagavond pas. En dan heb je wel kans dat mensen in het weekend een vol programma hebben. En dus maandag pas weer kijken. En dat is heel slecht voor je video. Je video moet aan het begin goed bekeken worden. Dus stel, wil je echt supporten. Je hebt geen tijd om te kijken. Klik hem vast aan, reageer en like vast. En dan denkt YouTube, oh, deze video is populair. Die gaan we aanbevelen. Ook de enige manier om meer views te halen. En de enige manier om nieuwe mensen aan te trekken. Dus ja, en de rest van de week heb ik geen plannen. Ik denk misschien weer met haar en Chicky, want die hebben nu vakantie. Misschien daar naartoe. En nu ga ik even nog lekker op de bank. Ik heb even een HBO-account gekocht met reclame, want anders was het wel heel duur. Maar het is al 10 uur. Ik ga even haar bellen en dan ga ik denk ik heel even een half uurtje Game of Thrones kijken. Want ik was altijd zo verliefd op die Khaleesi. En ik had helemaal zin om Game of Thrones deze vakantie weer te gaan kijken. Dus ik heb even een maand abonnement genomen. Ik ga Camilla thee maken met gember en sinaasappel. Nog deze fles water opdrinken. Want echt, je drinkt heel veel. Je plast gewoon niet, hè? Omdat je zoveel zweet. Ik ga mijn lichaam lekker insmeren terwijl ik HBO kijk met Rituals. De rode Ayurveda, mijn favoriet. Bij het poesje liggen, met het poesje spelen. Nou, nog genoeg te doen. Maar echt, ga naar de sauna. Ga naakt, want ik hou niet van mijn lichaam. To be honest. En ik voelde me heerlijk in mijn lichaam. Helemaal perfect, helemaal prima. Echt, de sauna is geweldig. En ik weet gewoon dat ik morgen herboren ben. En hoe lekker dat mijn bed schoon is. Ik heb er pas 1 nacht in geslapen. Gisteren ging ik ook gedoucht mijn bed in. Dus heerlijk jongens. Heerlijk. Good morning. Ik was lekker 8:30 opgestaan zonder wekker. Even gechilled met Poesie. Die wilde heel veel knuffelen. En nu ga ik even mijn café van het huis schoonmaken en zo. Want Ha en Chicky komen zo. En wat zou ik nog meer zeggen? Ik ga mijn haar opnieuw wassen, want het is nog steeds nat. En vettig en zo, dus ik wil gewoon lekker mijn eigen shampoo. Oh, de plantjes! Kijk, hier waren mijn plantjes, maar straks komen er boodschappen en er komt ook aarde. Want ze zitten dus nog helemaal niet vast. En eigenlijk moet je ze dus lostrekken in meerdere stukjes en dat dan in aarde omzetten. Dus dat ga ik dan even doen. Ja. En dit is dus nog van mijn schoonmoeder en deze heb ik erbij gezet. Ik weet niet of dat gaat lukken zo. En die slook erbij gezet. Dat komt sowieso wel goed. Maar het is een beetje een zooi of zo hier. Ja. Ik ga deze ook maar even weghalen. Even wassen. Heel dom, want ik had dus niet gerealiseerd dat ik slippers mee moest naar de sauna. Dus toevallig had ik deze slippers aan. Ze zijn dus helemaal nat geworden. 1000 keer. En heel lelijk geworden. Dus ik hoop dat ik ze nog mooi krijg. Echt zonde. Ik wil altijd een schoon huis. Maar als mensen komen langskomen en nou helemaal blijven logeren. Dan moet je huis echt wel even goed schoon zijn. Het is wel zo netjes. Lekker de wc schoongemaakt. En alles even lekker schoon. Nog waar. De tafel ook al met glassex. Dat is glas. Dan doe ik ook maar meteen dit met glassex. Boeien. Oh boy, ik kan mijn beestjes ook af op deze plant. Oh, dat vind ik maar niet zo fijn. Ik moet mijn robot nog steeds terugsturen, maar het komt er steeds niet van. Want het is zoveel werk om helemaal in die doos, ligt helemaal in de berging, verstopt. Voilà. Dit droogt wel langzaam. Het zit er echt al meer dan 1/2 uur op. De robotstofzuiger ga ik bijna laten stoppen. Hij staat al zo lang aan, maar ik wil gewoon echt even schoon huis. Ik ben lekker aan het opruimen, schoonmaken. Ze zijn er over een klein 1/2 uurtje. En we gaan dus naar een kattencafé. Want dat willen we allemaal heel lang. En we zitten in Almere, dus de grootste. Dus ik belde of we konden reserveren, dat mocht, kon dus niet. Maar ze zei, want ik zei ja, ik kom van ver. Ik zeg, nou niet heel ver, maar het is 1/2 uurtje rijden. En dan met een kind erbij, dus het is wel leuk als we weten of het kan. Zei ze, oh, mocht het bij de deur vol zijn, zeg even dat je had gebeld en dat je van verder komt. Ik stuur nooit iemand weg, zei ze. Zo'n aardige vrouw klonk het. Ik denk dus dat ze er allemaal adoptiekatten heeft of zo. Ik ben volgens mij nog nooit in een kattencafé geweest. Alleen er langs gelopen. Mijn bonusdochter is er wel een keer geweest. Maar vet gezellig. Hoe leuk is dat? Dus gezellig. Oké, we gaan. Mijn haar is nog nat, maar maakt niet uit. Lekker een beetje zomerse kleren aan, want het is best wel mooi weer. Oh, bedankt hè. Hey. Een soort speurtocht. Zoek alle 13 katten. Mannenversie van Poesie, ja. Deze is zo groot. Deze is dood. Hi, oh my god, jij bent zo cute. Hey. Wat een liefje. Wat is er met zijn ogen? Nee, heel schattig.
We gaan nu proberen alle 13 katten te zoeken. Wow, heerlijk hè? Tomatensapje. Ik heb hier net broodjes aan. Oh, lekker. Ze heeft ook een tomatensapje. Ja, dat is heerlijk. Neem ik die meteen mee. Heerlijk. Ik vind het wel leuk, zo'n huiselijke sfeer. Ja, heerlijk. Ja, toch? Wat gezellig. Jij deel? Nou, ik heb niet echt trek nog. Ik ben benieuwd of die lekker is. Ziet er wel zich wel lekker uit, pijnboompitjes. Ja, die ingrediënten wel. Ja. Voor mij is deze ook geen neusje. Ik ga hem lekker meer op ja. Hebben jullie al een speurtocht gedaan, meiden? Oh, hebben jullie een echte speurtocht? Oh. Om met alle katten te zoeken. Ja. Kijk, zal ik die ook neerleggen? Ja, leuk. Dit zijn zoveel kleiner dan voorzien. Hebben ze ook last van het hoofd? Deze, dit is die schattige kat die net zo. Superleuk. Oh, dit is die van net, Amber. Schattig. Hé, hey, Yoshi. Wow, ja, lekker ruim het vel gaat. Yummy. Mooi. Echt heel leuk hier. Kijk nou hoe leuk het is. Oh my god, je bent zo schattig. Kijk nou hoe lief. Oh. Lekker drinken. We hebben heerlijk gezet, maar we hebben niks gevlogd. Zo jammer. We waren met z'n vieren en het was echt heel leuk. Ook lekker afgestapt, op een soort strandje gechilled. Echt heerlijk. Nu lekker wijntje drinken. Wij zijn weer lekker thuis. We hebben echt alleen maar leuke dingen gedaan. Chicky heeft ook het vriendinnetje nu die mee komt eten. Vet gezellig. En de boodschappen zijn voor de deur bezorgd. En dan gaan we lekker pesto maken. En helemaal gezellig. Kijk, dit zijn mijn boodschappen. Ik had voor filmavondje lekker chippies. Dit is nu straks glutenvrij pasta. Dit is voor morgen eitjes, olijven, basilicum. Dit is ook voor morgen voor salade, sla, potgrond, boter, fruit, yoghurtjes. Eigenlijk best weinig. Kijk, ik ga de pesto doorheen doen. Heerlijk, yummy. Oké, lekker curde buff tomaten met olijfolie, zout, peper, bosui en basilica. Een heerlijke pasta met verse pesto en hier lekker glutenvrije pasta met pesto. Goedemorgen. Volgens mij heb ik een ritme een beetje, ben ik een beetje aan het krijgen. Want weer als het, ik vroeg aan mijn woningzocht hoe laat zit, dan sliep ik met z'n drieën gewoon in de slaapkamer. En het zijn ze 8:30. Toen dacht ik, wow. Precies toen dacht ik, ik wil opstaan. Ik zou nog wel willen slapen, maar ik wil ook opstaan, weet je. Want slapen is helemaal niet leuk. Voor mij is 8:30, dus. Als ik vrij ben vroeg, heb ik nog 3,5 uur nu voordat Lynn komt. Maar ik dacht, ik ga vast beginnen met lunch maken, maar het is misschien weer te vroeg. Want ik ook geen koelkast heb om het koud te zetten, maar ik heb wel een vriezer. Dus ik denk dat ik vast gewoon lekker ga beginnen. Ik wil lekker wat salades maken. Maar zoals toen met Lotte, toen was Lotte later. En toen was het eten een beetje verpieterd. Dus. En het huis is eigenlijk al schoon, dus dat hoef ik niet te doen. Dus ik ga lekker beginnen met tafel dekken. En dan kikkerssalade. Net als ik een watermeloen carpaccio wil maken, heb ik een meloen met echt ontiegelijk veel pitten erin. Kijk. Terwijl ik juist vaak een hele mooie heb. Ik heb het bord ook helemaal volgesdumpt, want ik dacht lekker veel. Gewoon dunne plakjes meloen gesneden. Zo, voor ontbijt ook even lekker vast wat fruit. Gaat toch? Wow, snel? Oh, die knop. Het is er ook gedaan, toch? Ja, het ziet er heel zwanger uit, denk ik. Nou, return to book? Ja, graag. Oké, jongens, ik ga je vertellen wat alles is. Dit zijn dus dunne plakjes watermeloen met een beetje rode ui. Feta, dus echte feta. Munt. Pistachenootjes. Verder heb ik er geen sausje of zo op gedaan. Je kan ook balsamico doen, maar ik heb pijnboompitjes. Ziet er wel echt mooi uit, vind ik. Ja, die is heel lekker, die alcoholvrije wijn. Dit is heel random, maar dit is dus Galia meloen met kiwi, cacao nips en pijnboompitten. Ik weet niet of dit lekker is, maar ik vond het wel grappig. Hier heb ik chia puddingjes gemaakt, want dat vond ik echt zo bed and breakfast-achtig. Met dus kokosmelk, chia pudding,
blauwbessen en frambozen. Dit is water met gember, framboos, sinaasappel, munt en volgens mij Thaise basilicum ofzo. En dit zijn curde buff tomaten, dus die zijn heel mooi. Met hier pesto, hier geen pesto, basilicum, bosui, zoutpeper. Nee, is geen peper, zout en olijfolie. En dit is feta, kikkererwt, olijf, rode ui, avocado, bosui, peterselie, olijfolie, zout, peper, limoen en zuurdesembrood. En er komen nog croissantjes. Bij de koffiesnackie. Een soort spritsen met glazuur en popcorn die ene met raspberry en yoghurt. Cadeau vergeten te filmen. Inmiddels ziet het er niet meer mooi uit. Nou, mooi. Lin gaat er vandoor. En het is heel warm. Oké, Lin is weg en Ha en Chickie zijn even lekker naar het strand gefietst. Want ik heb toch 3 fietsen en dan zei ik, kom ik daarna wel. Maar ik was een beetje ingekakt. Maar ik ga wel lekker op het elektrische fietsje. Klein half uurtje. Dus ik ben even aan het kijken voor badpakken. Maar ik heb geen zin om er te lang over te doen. Dus dit oude badpak is eigenlijk wel prima, denk ik. Dit badpak is van toen ik lichter was, maar is het eigenlijk goed. Ja, ik vind het net een beetje een raar gezicht eigenlijk. Maar boeien. Ik vind het badpak wel lekker, want het is niet heel warm. Dus prima. Doe ik dit lekker aan, hoef ik ook niet verder te gaan passen. Kan ik lekker snel weg, want het is al... Als ik daar ben, is het al 5 uur of zo. Deze heb ik dus nooit aangehad. Die is iets meer sexy. Maar ik denk dat ik het... niet nodig vindt voor vandaag. Hier ga ik toch een ander badpak passen. Terwijl die andere is gewoon prima. Het ziet er heel zwanger uit, denk ik. Oké, jongens, ik ga je vertellen wat alles is. Hier heb ik chia puddingjes gemaakt, want dat vond ik echt zo bed and breakfast-achtig. Ik vind dus eigenlijk alles wat ik aantrek wel gewoon leuk staan. Lekker bruin en zo, maar ik heb zo'n opgeblazen buik. Ik denk van de kikkererwten. Ik heb al 4 keer gedingest. Ik vind dat woord zo goor, maar uitspreken op internet. Maar dus zo'n broekje vind ik dan niet lekker. En het is toch eigenlijk al laat, dus ik kan eigenlijk wel gewoon een jurkje aan. Ik dacht, het is misschien te heet. Maar helemaal auwie. Dus je ziet het nog niet eens heel erg, maar het doet auwie. Auwie, auw. En dat ik lekker dit doe, dat vind ik lekker comfortabel. Ik moet toch fietsen, gewoon dit zwarte H&M broekje wat ik vorig jaar zomer had gekocht met een t-shirt. Dan doe ik daar wat anders aan, maar dan heb ik gewoon lekker zonder BH, lekker comfy bikers outfit. Niet leuk, maar wel comfy. Oké, tas verder pakken en dan ga ik. Hallo, ik zie niks, maar we zijn op strand. Het is een heerlijk weertje alleen in het water. Zelfs bij de bergen is een beetje jammer, want het zeewier is zo hoog. Dat je zelfs niet eens kan zwemmen. Want als je zwemt, komt het tegen je voeten, buik, borst, alles. Maar ik ben wel even ingegaan. Zo is het. Oké. Ik ga nu lekker in dit, want we zitten toch op het strand. Dus ik zie echt niks. Ik weet niet of jullie me horen, maar ik ben lekker bij de zee. Kijk, ze hebben hier echt een heerlijke kaart. Alles is gewoon lekker, kijk dit. Ik kwam hier dus vroeger altijd met mijn ouders als kind. Heerlijk. En als we dan even luxe deden, dan gingen we hier eten. Maar meestal gingen we gewoon lekker eigen snackjes meenemen op het strand. Yummy. Scorpino. Heerlijk. Ik heb lekker sliptongetjes. Lekker. Heerlijk dagje. Ja. Heerlijk. Meteen een vakantiegevoel. Heerlijk. Heel veel flies. Maar kijk, de zonsondergang. Zien jullie het? Mooi hè? Kijk, we hebben nog even een heerlijk toetje. Hier kwam het vroeger altijd. Weten jullie het nog? Zo mooi hier. Zo mooi hier, het is net Amsterdam. Hier ben ik echt heel gelukkig. Met Weesp heb ik niet zoveel, maar Muiden had echt veel eerder hier naartoe terug moeten gaan. Zo gezellig, zo leuk. Zo'n vakantiegevoel, echt oh, heerlijk. Helemaal genieten. Ja, dit is wel... Ik word hier gewoon echt blij van. Hier voel ik me gewoon oprecht gelukkig. Omdat het zo... Het is lekker rustig, maar toch... En dan bij Oma Co heb je alles wat je wil. Die sfeer, zo gezellig. We hebben zelfs nog even 4 bitterballetjes gegeten. Zo lekker.
En dit is eigenlijk gewoon net Amsterdam zonder de drukte hier, zoals je dit ziet, toch? Die grachten, heerlijk. Wow, kijk, mooi! Mooi! Wow, deze Big & Matcha. Beetje overdreven misschien, maar... Het ziet er zo lekker uit. Hey jongens, ik ben nu echt een hele slechte vlogger. Ik heb gisteren niks gefilmd. Het slechte, ik heb volgens mij al heel lang niet in de dag overgeslagen. Vandaag heb ik ook niks filmen. Ik was gisteren trouwens wel verder lekker lui. Vandaag ook. Ik moet naar de sportschool, maar ik wil even laten zien. Ik heb dus een hoepel besteld. En zodat je thuis kan hula hoepen, maar eentje die niet naar beneden valt. Dus die wil ik even aan jullie laten zien. Of nou ja, eigenlijk samen met jullie gaan bekijken. Je hebt dus ook echt voor €15 deze hoepels. Maar ik ben voor de duurste gegaan, omdat ik... dacht, ik ga gewoon voor een van de originele merken. Dan weet ik zeker dat die goed is. En de reviews waren heel goed. Ik heb hem op Amazon besteld. Ik zal wel even een linkje in de beschrijving zetten. Het lijkt me dus heel leuk. Het is nu 2:00 PM. Ik ben even een factor maaltijd aan het opwarmen. Want ik heb er nog 6 voor 3 dagen. En ik heb de boter eruit gehaald. En dat vind ik niks toevoegen. Dan ga ik lekker dat als ontbijt / lunch. Kijk, je moet hem dus nog zelf in elkaar volgens mij zetten. Dit is wat je krijgt. Je doet hem dus om je middel en daardoor kan hij niet afvallen. En dat is heel fijn. En dan moet je de bal ronddraaien. En dan zakt hij dus niet naar beneden. Voor mensen die niet kunnen hula hoepen. Er zit ook een tracker bij die al aanstaat. Ik ga niet het in elkaar zetten filmen, dat is denk ik heel saai. Maar dit krijg je erbij. Dit is de bal. Deze is dus met een soort van zand en rubber materiaal. Die moet je dus ronddraaien. En dit gaat om je middel. En ik hoop dat hij op mijn middel past. Want ik heb echt een hele flinke omtrek. En een meetlint om je te meten. Ze zeggen toch dat je geen plaatselijk vet kan verbranden. Dus, maar ja, misschien val je er iets van af. En dit staat denk ik in verbinding met dat meetding. En de kleur is ook leuk. Dus ja, en je kan hem opladen. En dit zit er ook bij. Ga ik het straks even aan jullie laten zien. Maar ik ga niet het in elkaar zetten filmen. Dat saai. Dus dan zie ik jullie zo. En ik ga eerst even eten, want ik heb honger. Kijk, het ziet er echt niet super lekker uit of zo. Maar het is gewoon sperzieboontjes met spinazie, wat ui. Zalm, een beetje pesto. Ja, het is ideaal. Oké, ik heb niet de gebruiksaanwijzing gelezen. Maar ik heb 2 schakels eruit. Oh, ga maar poesje, schat. 2 schakeltjes eruit gehaald. En nu ziet het er zo uit. Ik heb niet eens ruimte om dit ding te laten draaien. Nee. Hij gaat helemaal niet soepeltjes. Huh? Oei. Oh. Lekker geluid, zeg. Ik vind dat hij niet heel soepel gaat. Hij blijft hier de hele tijd hangen. 0002 kal verbrand. Huh? Oké, go. Ja. Oh ja. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Oh, dit gaat goed. Alleen je handen kan je dus niet naar beneden doen. Wow, leuk. Lekker. Hij zakt weer naar beneden. Dat je je buik aanspant. Oh, heerlijk. Oké. Okay. Ik snap hem. Oh, dit is heel leuk. Het maakt wel herrie, maar ik woon alleen. Het maakt echt heel veel herrie. 0007 call. Dit kan ik gewoon nu doen terwijl ik Game of Thrones eventjes voor ga kijken. Hij zakt dus naar beneden, maar hij blijft hangen hier op mijn vet. Dus dat is goed. Dus deze maat is goed, want eentje strakker is te strak, denk ik. Maar je merkt dus, nu blijft hij hangen, maar je moet je buikspieren aanspannen. En dan zakt hij dus wat. Oh, nou leuk. Ik ga dit even doen. Leuk. Oké, iets later. 143 calorieën. Het is wel leuk, maar ik vind de herrie echt niet chill. Dus ik denk dat ik hem misschien ga terugsturen en ga kijken voor zo'n silent met 40% stiller. Dit is echt heel irritant. Maar het is me wel gelukt om de andere kant op te draaien. Ik kan altijd maar één kant op draaien. En dit is dus totaal niet te bewegen. Als je dit doet, logisch dat die hoepel altijd bij mij naar beneden viel. Want dit werkt ook niet. Je moet echt een soort van met je benen zo. En eigenlijk je heupen juist stil houden. Je doet meer dit. Hola, ik ga een salade eten als avondeten. Daar heb ik zin in. Hier ligt feta. Dat lijkt me heel veel. Maar eronder ligt alleen maar curde buff tomaten, gele pomodoro, komkommer en nog meer curde buff tomaten. Die ik lekker in plakjes heb gesneden, want dat vind ik het lekkerste. En hier heb ik een dressing van goede olijfolie, sherryazijn, appelazijn, goede honing. Even goede, ja. Boeit niet. Mosterd van Ikea en rode ui. En dat ga ik er overheen doen. En dan is dit de salade. Het ziet er niet zo lekker uit, maar is het wel.
Good morning. Kijk nou hoe chill dit is. Ik heb dit dus besteld bij Weekamp omdat ik wat had besteld en gratis verzending wilde. En dan denk ik altijd, ik kijk even of ik er wat leuks bij kan vinden. En het is echt een heel chill, het is niet heel bijzonder. Het heeft hier een klein gaatje. Maar dit is een heel chill pakje voor de zomer. Het is wel zwart. Maar het heeft ook een degelijke lengte. Vet grappig. Het is niet super mooi. Het staat niet fantastisch. Het is echt een beetje zo'n, ja, ik vind het een beetje zo'n wat je bij de Vibra bijvoorbeeld vindt. Weet je wel, gewoon een simpel stofje. Ik twijfel of die één maatje kleiner moet, omdat het net een beetje bij die hals. Ja, maar dan zou die hier denk ik net wat minder lekker zitten. Ik vind het wel heel chill. Gewoon, morgen ga ik dus naar de boot met Heel en Chicky en schoonouders. En dit is bijvoorbeeld echt zo lekker makkelijk. Je trekt het in één keer aan. Het is gewoon een pakje. En ik heb ook helemaal geen dingen met rokjes. En dit is gewoon alsof je een shirtje met een rokje aan hebt. Nou, ja, het is zwart. Het is moeilijk om te laten zien, maar chill. Ik wil even mijn ontbijt laten zien. Hij ziet er niet heel boeiend uit. Maar dit is dus chia pudding verdund met nog meer kokosmelk. Blauwbes en cacao nips. Het is gewoon echt wel een heel gezond ontbijtje. Dus dit ga ik nu eten. Mijn gordijnen open doen en in het zonnetje. Dus een klein beetje zon. En dan opruimen, want mijn huis ziet er zo uit. En vandaag lekker chillen. Moet wel naar de sportschool. Want daar ben ik dus nu al 6 dagen niet geweest. Maandag wel lekker veel gezwommen in de sauna. Gisteren hula hoopt. Ik ga even lekker hula hoopen buiten. Want ik vind het heerlijk. Ik oprecht voel nu al aan mijn taille. Dat je denkt, hoe kan dat? Maar ik voel gewoon het een beetje aan mijn rug en zo. Ik ben sowieso afgevallen vandaag op de weegschaal. 1,5 kilo ten opzichte van 2 dagen geleden. Weer. Don't know. Misschien spierverliezen. Maar morgen gaan we dus naar de boot. Super veel zin in. Dit jurkje had ik ook besteld. Ik ben gewoon een beetje op zoek naar makkelijke, losse, chille jurkjes die niet te heet zijn. Dat heb ik niet echt. En ik heb ook geen zwarte jurkjes. Deze vind ik niet heel mooi ook. Gewoon niet wauw. Klein beetje uitbollig, maar ik vind hem wel mooi staan. En dit zou ik dus wel aantrekken. Wat dus gewoon niet zo kort is. Gewoon lekker, weet je, dat ik denk op vakantie even makkelijk zou ik dit aantrekken. Want je hebt dus kleding die heel leuk is, maar je hebt ook soms gewoon makkelijke prima kleding nodig. Dus ik denk dat ik dit misschien ook wel hou, maar ze hadden hem ook in paars. Het is niet sexy. Ik bedoel, het is gewoon een A-lijn. Het is best wel een 60-jarige, nou 60, mijn moeder 60, die draagt veel hippere dingen. Kijk, zo zou die wel wat leuker zijn, wat korter. Maar het is wel makkelijk, toch? Gewoon, ik ga even kijken wat die kosten. Maar ik heb wel dit soort dingen nodig in mijn kast. Gewoon even lekker makkelijk. Als je die onderkant eraf zou knippen, zou die eigenlijk wel misschien leuker zijn. Maar dat gaan we niet doen. Kijk, het is wel zo'n broderie stofje, maar ik vind dit gewoon een beetje oudbollig. Het is gewoon niks voor mij. Maar het staat wel. Ja. En het is chill. Kijk, dit is het stoffie. Oh, en vergeet om nog hennepzaad erbij te doen. Goed voor eiwitten, gezond. En het geeft ook lekker crunch, net als die cacao nip. Ziet er dus nu helemaal niet lekker uit, maar dit is echt heerlijk. Ik vind die cacao nip sowieso echt een fantastische combi met die blauwe bessen en die kokos. Ik had ook nog een broekje besteld. Ik dacht even wat minder kort. Maar dit, ja, dit is niet mooi. Hij zit zeg maar boven mijn navel nu. Ja, ik heb geen shirt aan, maar dit is geen gezicht. Dit is echt een zak. Hij is sowieso te groot, maar ja, het is wel lekker. Maar hij is dus wel leuk. Misschien zou ik hem in een maat kleiner moeten proberen. Het is wel chill om een keer een broekje te hebben die niet hier zo kort is, weet je wel. Ik had nog dit badpak besteld, maar ik vind dit gewoon nooit zo mooi bij badpakken. Er zit zelfs een beetje een vorm in, maar het doet niks voor je borst, dus dan heb ik liever geen vorm. En ik vind hierdoor gewoon, ja, hij staat wel mooi en zo en hij is ook niet zo high leg, dus dat vind ik ook wel mooi. Maar ik vind de kleur niet heel bijzonder groen. Ik vind dit, al mijn badpakken hebben dit al, weet je wel, zo'n veehals. Ja, dan vind ik het niet echt waard om deze te houden. Hij staat wel mooi op zich, maar ik vind hem niet bijzonder genoeg. En deze is dus ook zo'n soort van broderie, dus wel mooi. Oké, ik ga naar de sportschool, want die gaat alweer over een half uur dicht. Ik ben weer te laat, zoals altijd. Snel 3 vuilniszakken weggooien, kattenbak, poepzak en go. Ik heb getraind en nu ben ik aan het hoelopen, maar het shirt blijft er tussen hangen. Dus dit is geen handig shirt, dus ik moet even een ander shirt aan doen eigenlijk. Ik zal even tegen de buurvrouw zeggen dat ik thuis ben, want ze komt nog langs. Om Poesie te ontmoeten en mijn sleutel te halen. Dus ik ga 2 nachten op Poesie passen. Lekker dit hoor. I like. Oei. Het huis is zo klein. Hi Poesie.
Ik zei dat ik eruit, hè? Wat ik wel moeilijk vind, is dat van die oefeningen dat je armen en zo zo moet doen. Maar ik kan dus echt niet en met mijn brein die kant op en met mijn brein dit. Nope. Maar I love this. Mocht je er een hebben en er eentje weten met minder herrie, want ik heb gisteren heel lang gezocht, maar het werd me niet echt duidelijk. Hij was trouwens al gebruikt, dan zit een soort rare knoop in die er niet hoort. En het schermpje heeft al krassen, dus ik vind het een beetje een vaag ding. Ik had weer eens een keer bij ASOS besteld. Herrie, tractor. Ik dacht dus leuk dat wij de t-shirt of voor sporten of voor in de zomer over zo'n kort zwart broekje. Of lekker voor over een bikini. Maar wat, dit is zo lelijk. Ik weet niet of dit zo lelijk moet zijn, maar dit is echt. Dus deze wordt het niet. Dit is een soort jurk. Kan handig zijn, maar ik weet niet of ik dat dan de moeite waard vind om te houden. I like you. You. I like you. Ja, pyjama shirt of zo. Dat vind ik dan toch zonde. Weet jullie nog dat ik vroeger zoveel bij ASOS bestelde in Muiden? Ik heb nu echt lang niet besteld. Nee, dit vind ik niet echt wat toevoegen. Dat is ook net niet. Nee, het is gewoon niet mooi. Ik vind dit nog wel een leuk shirt, maar het is gewoon... Ja, dit is zo lomp. Jeetje, heel lelijk. Niet voor mij geschikt. Ik had besteld omdat ik twee zwarte simpele jurkjes wilde. Toen dacht ik, oh, ik bestel, kijk ook even voor wat t-shirts. Maar nou, ook niet, het is een soort van jurkje voor als je gaat padellen of zo. Maar het valt heel lelijk. Die lijn valt precies op het breedste gedeelte van je lichaam, waardoor je veel breder lijkt. Het had gewoon zo moeten vallen. Nee, nee, allemaal niks. Oh mijn god. Nou, lekker mijn geld terug. Ja, ik wil dus al heel lang zo'n, weet je, weet toch, zo'n basic zwart jurkje. Die gewoon een beetje tot hier loopt met zo'n split. Die je aantrekt, dat je er leuk uitziet. Dat je het eigenlijk aan kan voor iets chiques, voor werk, wat dan ook. Dat wil ik al heel lang. Maar ik zie ze steeds bij ASOS. Jeetje, wat lelijk. Oh. Duimpje omhoog voor deze lelijkheid, jongens. Dat is erg. Ik zie ze steeds, maar altijd zijn ze uitverkocht in grotere maten. Zeg maar, toen dacht ik, nou, dan probeer ik een maxi dress. Die er nog in één maat was, die dus echt te groot is. Weet je, ik bedoel zo'n jurk die dan zo valt. En dan met zo'n split, nou. Zo niet dat ik denk, ik ga hem knippen of zo. Dit is veel te groot. Nou, die hele bestelling gaat retour. Sorry voor het milieu. Gelukkig doe ik dit niet meer zo vaak. Maar dit is echt... ergste shop nog op aarde. Ik zit even in de auto, want ik ga even tanken. Boeiend! Nee, maar ik wil niet morgenochtend, ik moet morgen 2 uur lang rijden. En ik wil dan niet ook nog eens daarvoor moeten tanken. Dus ik ben bij de tank. Vanuit de car. En ik weet dat heel vaak je het hier niet doet. Dus ik hoop nu wel. Hey, mijn top is... Oh, duh, dat doe ik net. Zoveel DM's over die hula hoop, dat is niet normaal. Oké, tanken. Ik ga maar meteen even langs de winkel om ijsblokjes te halen. Aangezien die ook op zijn. Wow, de benzine is vandaag extra goedkoop. Oh, ik kom mijn auto nog aan. Hij is maar 1,90,9. Ik heb volgens mij in tijden niet onder de 1,95 getankt. Ik ga dus nu even meteen ijsblokjes halen. Normaal doe ik dat niet met de auto, maar... I need ice cubes. Morgen moet ik dus 2 uur, letterlijk exact 2 uur rijden. Hè? Misschien wel langer naar Zeeland, naar Herkingen, echt zo ver. Vanuit Zoetermeer is dat dus echt veel dichterbij. Vanuit Weesp is het echt heel ver. Je rijdt eigenlijk letterlijk over Zoetermeer, net erlangs. Maar ik ga niet met ze mee rijden, want ik ga eerder weg. Zij blijft de hele week. En dat kan niet, want ik heb een poesie. En de buurvrouw komt straks vanavond even poesie ontmoeten en mijn huis en zo. En dan gaat zij lekker af en toe even langs. Ik heb... ijsblokjes crushed, want die andere waren op. Ik heb lekker café. Normaal heb ik Lidl, maar dit was makkelijk. 100% pindakaas 2 in de aanbieding. Ik wou even geen boodschappen doen omdat ik wegga, maar dit vond ik wel eventjes lekker. Zodat ik morgenochtend nog een lekkere chia kan maken om mee te nemen in de auto. En ik heb zeewiersalade, had ik zin in. En ik hoorde natuurlijk van Kim van mijn ijssessie dat ik tegen soja zou moeten kunnen. Dus ik vond het wel een leuke manier om het hiermee lichtelijk te testen. Deze zijn heel lekker en waren in de aanbieding. Heb ik nog een zak ijs en nog een pindakaas. En dat was het. En verder moet ik straks eventjes mijn buurvrouw appen dat ze kan komen. Ik wil ergens nog een beetje opruimen en mijn tas pakken. Want morgen moet ik uiterlijk 10 uur wegrijden. Good morning, ik ben weer even bad pakken. Pas uit mijn eigen kast, want ik wil die zwarte denk ik weer mee, maar ik moet er nog één. Misschien neem ik deze wel gewoon mee. Het is een lieflijk blauw badpakkie. Of deze, die had ik vorige keer ook in Zwitserland aan. Maar het is, ja. Deze heeft echt geen enkele
zeg maar helemaal een dunne stof. Er zit niks van support in of zo. En hij is heel erg high-leg. Ook nog deze. Die is ook echt al heel oud. Volgens mij heb ik echt maar één keer aan gehad. Deze is ook van toen het nog veel lichter was. Maar op zich kan het. Maar ja, ook heel hoog. En dan hebben we nog deze. Deze had ik letterlijk op mijn Tinder profiel aan. Op een foto. Gewoon niet een hele blote foto. Maar toevallig een foto op vakantie die mijn vader van me had gemaakt in Frankrijk. En dit is gewoon van de H&M. Echt een heel dun stofje. En ik hou ook niet meer zo van panter. Ik vind panter niet meer zo leuk. Maar deze kan ook. Ze kunnen eigenlijk allemaal. En deze is nog die ik begin van de week ook wat laten zien. Ik heb oogpatches op die ik had gevonden in mijn huis. Poesie vindt het geluid niet zo leuk. Ik ben 10 minuten bezig, maar ik heb niet echt tijd, want ik moet naar de boot. Gisteren heb ik het een uur gedaan, hè. Ik vind het echt zo leuk. Ik vind het heel leuk om te doen, maar die herrie is niet leuk. Ik vind het zo leuk dat ik niet kan stoppen. Ik heb 18 minuten gedaan, maar ik moet nu wel gaan douchen. Ha en Chickie zijn later, want ze moeten nog langs de winkel. Die gaan pas om 12 open, dus anders moest ik over 10 minuten weg. Maar ik heb dus iets langer. Oké, in dit badpak neem ik dus ook mee. Ik heb dus net 180 calorieën verbrand in nog geen 20 minuten. Hè? Geweldig. Ja, ik vind het een beetje rollade badpak. Hij is net een beetje strak, maar toch ook wel sexy. Alright, kleine twee uur rijden, let's go. Het is 11 uur, dus een uur later dan de bedoeling was. Ben ik er 12:30. Zij zijn er volgens mij kort over 12. Dat is prima. Deze hele tas met bootspullen, ontbijt en dan nog kleding. Ja, gewoon spullen, dekbed. Lekker veel, maar ik ga het in één keer kunnen sjouwen. Dat kan ik wel. Let's go! Hoppa! Zo, ik ben er. Waar moest ik ook alweer heen? Niet naar rechts. Wat heerlijk dit. Wat een lange rit. Het is al 12:57. Ik heb lekker heel lang met papa gebeld. Dat was heel gezellig. En ik ben in Herkingen. Daar gaan we. Best een coole look dit. Zo word je bijna niet bruin omdat je gewoon helemaal bedekt bent. We gaan vandaag even rustig aan doen. Dus we gaan lekker naar een strandje varen. En daar waarschijnlijk lekker zwemmen met de kwallen. Kijk of ik mijn schoonvader kan filmen. Alles in de gaten houden. Hij is de stuurman. We liggen bijna voor anker. Hi Minna. Ja, ik voel Minna is een brave hond. Kijk. Hi. Hier zijn we. Mooi hè? Nou wordt het daarna warmer, maar dit wordt wat kouder. Mag Loes ook in de vlog? Ja. Ik? Ja, dat maakt niet uit. Tieten zijn goed voor de views. Ik heb een hier. Oh, ik kan niks zien. Kikkers? Oh, kikkers. Hallo allemaal. Hallo Wijn. Dit is Kikkie's stoel. Oh, dit is heel lekker. Kom je ook aan? Ze zijn onzichtbaar. Kijk, de kwal. Hier ergens is ook een kwal. Ja, daar. Kijk, kwal. Wij hebben lekker gevaren en gedoucht. En nu gaan we heerlijk bij de tent barbecuen. Heerlijk. Yummy. We hebben het veel te goed weer. Ja. Lekker. Ik had een paar blaadjes af kunnen halen. Ik denk nou, als jij eenmaal... Afwastijd. Gezellig met mijn schoonmoeder lekker afwassen. Gooi maar weg. Hey doggy. En dan is het van de sokjes, maar hoe ik het doe is wel meer waterverspilling. Hoe dat zo? Gewoon laten stromen de kraan. Oh nee, ik doe hem wel... Wel sokje. Ja. Oké, dan maak ik nu ook sokje, want nu is dit nog niet voorgespoeld. Oké. Bedankt. Alsjeblieft. Graag gedaan. Dan ga je het ook drogen. Ja, maar ik heb een theedoek vergeten, dus dat doe ik wel gewoon aan boord. Dat is helemaal geen probleem. Not a point. Maar het is al lekker schoon, weet je wel. Dat heb ik gisteren ook gedaan. Lekker makkelijk. Ja, hoe doe je het anders? Nou, dan moet je dus... Vroeger moest je dus helemaal daar naartoe lopen. Oh, ja. Of ik deed het aan boord. Maar ja. Als je dan zo'n grote afwas hebt... Dan, heb jij geen spons nu? Nee, maar dat is niet erg. Ik pak gewoon de dingen die niet erg zijn. Oh.
dat nou? Oh. Je bent zo erg. Ben ik erg? Ja. Altijd maar jezelf het slechte geven. Dat is helemaal niet het slechtste. Ik wil nog een knuffel. Ik laat jou dus gewoon al het zware werk doen. Jongens, ik ga de vlog afsluiten, want het is inmiddels maandag. Dus bedankt voor het kijken. Ja, lekker. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Reactie achter te laten, te liken. Oh, dat is hetzelfde. Te abonneren. En volgende week vrijdag weer te kijken. Doei.